Ik denk dat we voor de 1-0 van Utrecht al een hele goede mogelijkheid hadden met de kopbal van Jurgen uit de cornerbal. Nou, daarin krijgen we de 1-0 tegen. Een knullige situatie van onze kant. Een misverstand, maar daarna gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Gewoon de bal wegschieten, dan is het geen probleem. Dat zijn dingen die we ook van tevoren afspreken als we in dit soort situaties komen. Dan sta je met 1-0 achter en dan weet je dat je sowieso al een lastige wedstrijd had tegen Utrecht. Goede ploeg. En dan zie je toch nog steeds de dingen die we graag wilden zien. We wilden hoog druk zetten. Dat betekende wel dat er vrij veel ruimte kwam. En dat we ook met die ruimtes om moesten gaan. Nou, we kregen denk ik een aantal goede kansen de eerste helft. Twee keer Mike van Duinen, één keer een schot van Ali Messehoed. We hadden wel een moeilijke fase rond de 30e minuut waar we het even helemaal kwijt waren. Waar we niet in staat waren om weer druk op de tegenstander te krijgen. Maar een aantal hachelijke situaties voor de goal. Maar ja, al met al tevreden over wat we lieten zien de eerste helft. En de tweede helft was daar weinig meer van terug te zien. En het resulteerde in een 2-0 geweldige goal overigens van Ayoub. Maar als je de situatie vooraf bekijkt van onze kant. Waarbij je eigenlijk compact staat, waar je weinig ruimtes hoeft weg te geven. Dat drie man op één speler uitstappen, ja, dan geef je het hele middenveld weg. Dus die situatie vooraf was niet goed. En uit een cornerbal wordt het 3-0. Ja, dan sta je weer met beide benen op de grond, denk ik, als we dat al niet waren. En daarna zakte het ritme wat terug, waardoor we weer wat kansen kregen. En de 3-1 werd dan nog op het einde gescoord, waardoor het resultaat een wat beter gezicht voor ons gaf. Ik denk dat we de eerste helft het Excelsior zagen wat we graag willen zien. En dan in de tweede helft was het mat van onze kant. Heb ik te weinig dingen gezien waardoor we de laatste weken wedstrijden wonnen. En dat moet er in ieder geval uit. Ik denk dat dat voor ons de meest goede les van vandaag is geweest. Dankjewel. Dan geef ik nu graag het woord aan Erik Ten. Ja, je ziet een hele tevreden trainer. Heel goed resultaat en ook zeker de manier waarop. Toch een paar kritische noten. Maar het positief is, denk ik, de sfeer in de Galgenwaard uit de wisselwerking tussen publiek en ploeg inderdaad weer. Het was een mooie entourage om in te spelen. Tussen twee ploegen die dat ook verdienen. Want laat ik dat voorop stellen, ik heb heel veel waardering voor het spel van Excelsior. Het is wat on-Nederlands, maar het is een ongelooflijk onaangename tegenstander om tegen te spelen. En dat zie je ook af aan de statistieken tot nog toe in uitwedstrijden. Hadden ze nog niet verloren. Sterker nog, ze hadden pas één keer gelijk gespeeld en de rest gewonnen. En als je dan ziet hoe FC Utrecht vanmiddag tegen Excelsior heeft gespeeld. De manier waarop wij Excelsior de willen hebben opgelegd. Dan is dat groot compliment aan de ploeg. Hè? Dus echt chapeau. Het is sowieso moeilijk om kansen tegen Excelsior te creëren. En de manier... zoals wij dat dan gedaan hebben. De eerste die komt wellicht wat onorthodox tot stand. Maar dat is dan ook een kwaliteit van zowel Cyril als zeker ook van Kirano, die daar een groot aandeel in had. Dat was prima. En ik denk dat bij de wedstrijd in de eerste helft over hele grote fases ook gecontroleerd en zelfs in een bepaalde fase gedomineerd hebben. Behalve in die fase vlak voor rust. En mijn collega had het net al even over. Ja, dan moeten wij slimmer zijn. Hè? Dan geven wij Excelsior de mogelijkheid om twee keer te counteren. Tegen overtal situaties en toch leiden tot kansen tegen. En dat mag ons niet gebeuren. En wat er dan voor afgaat is dat wij veel te direct naar de goal van de tegenstander willen. Terwijl we 1-0 voorstaan, terwijl het vlak voor rust is. En dan moet je slimmer zijn. En dan moet je de bal in de ploeg houden. En zoals eigenlijk... na rust de 2-0 tot stand komt, dat we ze eigenlijk lokken en dan de bal in het middenveld spelen en uitspelen en dan tot een geweldige afronding komen, weergaloos. Deze week ook wat aandacht aan besteed, vooral in het bewustzijn dat we in het doelgerichtheid en dan is het heel mooi dat het gelijk in de wedstrijd van zondag gelijk effect heeft. Daarna hadden we fase. En zoals de hele tweede helft die we totaal onder controle hadden en heel veel kansen creëren. En ik vind dat we er nog veel meer hadden moeten maken. Daar hadden we wel wat zakelijker mogen zijn. Hè. Of de eindpas of de afronding, dat ontbrak eraan. En dan is het jammer, en ik zei het in het begin al, een paar kritische noten. Hoog in de concentratie had ik geëist vooraf. Want tegen dit Excelsior is het een voorwaarde om te winnen. Ja, daar kunnen we nog wel een stap maken. En...
En dan kijk ik in het defensieve gedeelte en in het balbezit gedeelte in de laatste fase van de eerste helft. Maar dus ook in die eindfase dat we nog een goal tegenkrijgen, is totaal onnodig. En ja, dat is toch een klein smetje. Maar als je all over kijkt, ja, dan moet ik zeggen chapeau.